Dit is Salland Sport. Op de redding daar! Geweldige redding! Reflex daar van de Lange. Als in de punt van aanval Burak Yilmaz alle tijd had. Hij sprong lichtelijk, hing even, kopte hem tegen de raads. En daar is de Lange met een fantastische reflex. Eerste grote kans van de wedstrijd kunnen we noteren. We zitten in minuutje 10 als Burak Yilmaz zijn inzet door de Lange gekeerd ziet worden. Kuipers doet het voor Go Ahead Eagles na 21 minuten spelen. Als de afvallende bal voor zijn voeten komt en hij hem in het lege doel schuift. De aanvalsleider in dit geval was Willem Willemson in het strafschopgebied. Vond uiteindelijk Teki op zijn weg naast zich, zeg maar. En speelde Teki op maat in. Maar daar werd de eerste inzet door Pandoeren, de sluippost van Fortuna, nog uit het doel geranseld. Zo voor de voeten van Kuipers, die zei: ik pak het cadeautje wel uit. Dankjewel. 1-0 Go Ahead Eagles. Een man kapt die uit aan de buitenkant, zou ik zeggen, is ruimte. Of ben je postbode gaan inbrengen? Hij blijft doordribbelen. Ah, dit kan je. Nu tussen drie man door geeft hij de bal aan Teki. Ruimte voor een schot. Teki, Teki, Teki! Uiteindelijk net naast het doel van Pandoer. Die er voor de zekerheid nog maar even een duik van maakte. Want je weet het maar nooit. Op die natte grasmaat stoof die bal uiteindelijk net langs de paal heen. 1-0 is de voorsprong na 31 minuten spelen voor Go Ahead Eagles hier in Sittard. Cordoba kan die aanleggen met rechts? Nee, met links ook niet. Dan weer bij Yilmaz. Jaagt die bal voor. Handje daar van de Lange. Omdat Yilmaz uiteindelijk de verre hoek zocht. En door een woud van benen heen ziet de Lange dat net op tijd. En schuift die bal met zo'n soort Dr. Gadget uitschuifarm net buiten het doelgebied. Zodat Fortuna er alleen maar een inworp aan overhoudt. Even een gevaarlijk moment dus. Nu ook het inspelen op Gladon. De bal kwijt. Komt hij uiteindelijk in het midden uit bij Adekanje. Adekanje schept die binnen. Hij schept hem binnen. En is 2-0 voor Go Ahead Eagles. Weer druk gezet op het middenveld. Keurig overgenomen. Direct weggestuurd daar in het centrum. Adekanje komt voor de doelman. Zet zijn voeten heel ietsje onder. Lift hem dan over die kansloze Kroaat heen. En de bal hobbelt tergend langzaam tegen de touwen. En ik wilde zojuist nog even zeggen. 1-0, dat doe je zelf misschien wel tekort mee. Met zoveel veldoverwicht. Zo de wedstrijd onder controle te hebben. Maar met deze 0-2 hoor je mij niet mopperen. Willemson die stapt uit de drukte. Het raakt hem. Die bal die gaat bijna over de achterlijn. Maar Edwardson met een hoogstandje krijgt hem binnen. Dan is het inderdaad Kuipers die naar de grond is gegaan. Een ogenschijnlijk zware blessure. Zeker als je met een bankade eraf gehaald wordt. Dat is niet misselijk. Kuipers dus blijkbaar pittige blessure. En voor hem in de plaats Amova dus weer terug in de selectie. En Jansana vinden we terug straks op het wedstrijdformulier met zijn prent in minuut 80. Wat rest is de vrije trap die Dogan Erdogan gaat nemen. Die pompt hem in het strafgebied, maar raakt hem niet lekker. Komt dan op punt strafgebied aan de rechterkant uit, waar twee Fortunese lucht in gaan, maar eigenlijk de bal niet hebben. Degene die dat wel heeft, is Martel. Die gaat ermee van tussen, brengt hem bij Fernandes. Gaat een hele snelle omschakeling komen. Jansana mee naar voren. Fernandes gaat de sneltrein aanzetten aan de buitenkant. De kant is Del aanwezig. De rechtspoot aan de linkerkant naast het strafgebied. Wacht eventjes op iets meer aansluiting. Geeft mee naar Fernandes. Maar die bal is net niet lekker gegeven. Fernandes liep tussen de linies door richting de achterlijn. Maar Fernandes laat hem lopen omdat een Fortunese hem raakte. Dat is nog slimmer. Hebben we gewoon de corner te pakken. Hoekschop nummer 9 in de wedstrijd. De hele wedstrijd. En vieren nu het eindfeestje. Want Go Ahead Eagles wint hier in Sittard met 0-2. En doet dat op een manier. Ja, die is fantastisch. Tactisch uitstekend gespeeld, veel energie gegeven, keurig afgestraft met twee prachtige goals. De enige zorg is, als we richting Deventer afreizen, hoe is het met Bas Kuipers? Tot zover zit dat. René Haken, een voorsprong die je eindelijk vasthoudt, dat is lekker. Ja, zeker lekker. We hebben het ook al vaker gedaan hoor. Het is niet de eerste keer, maar ik snap wat je zegt. Hè. Het kruipt er soms in bij teams. Ja, maar goed, kijk, iedereen die gevoetbald heeft en die ook het internationale voetbal volgt, bijvoorbeeld op WK, ziet ook dat je zomaar wedstrijden kunnen omdraaien. Alleen ik denk dat we vandaag het op een hele volwassen en goede manier gedaan hebben. Ja, nou, je omschrijft het precies zoals ik het zeggen wou, op volwassen manier. Hard gewerkt, veel energie ingelegd. Het tactische plan had je van tevoren al uitgedacht zo? Hoog druk zetten, zeg maar? Nou ja, goed, maar dat is natuurlijk wel vaak onze intentie. En ja. Ik vond in het eerste kwartier vind ik dat het dat niet goed uitpakte. Nee. Want toen lag er wel te veel ruimtes, vond ik, tussen ons middenveld en de laatste lijn. Waardoor Fortuna toch een aantal keren, zeker in het begin, gevaarlijk werd. Denk aan de kopbal van Yilmaz. Fantastische reflex van Jeffrey.
Maar ik vond na 20 minuten dat we dat steeds beter deden. En dan ook daardoor beter gingen voetballen. En ook daardoor eigenlijk op 2-0 voorsprong, ja, op 2-0 voorsprong komen met twee prima goals. Twee heerlijke goals, ja. Absoluut. Met de hoofdrol van Adekanje in. Ja, dat is mooi hè, dat hij daarin onderscheidend is. En dat willen we graag zien. Ja, hij ontpopt zich langzaam maar zeker. Maar over ontpoppen gesproken. Teki speelt een wedstrijd alsof hij daar het hele seizoen al speelt. Ja, maar Teki is gewoon een prima speler. Maar dat wisten we al. En hij heeft natuurlijk al een paar jaar bij Fortuna op eredivisieniveau gewoon laten zien dat hij een prima speler is. Alleen hij moest wachten op het moment dat hij kon gaan spelen. En dat komt dan nu doordat Filip en Filip geblesseerd en Evert ziek geweest is. Dat je op die manier kansen krijgt. Nou, en dan moet je ze grijpen. En zowel hij, maar ook Henrique hebben denk ik vandaag een prima rol gespeeld. Wat zeg je? Hij en Jansana lijken een soort klik te hebben. Zeker, maar goed, dat is mooi om te zien en hopelijk kan het nog beter. Ben je nou bang dat in de winterstop nog spelers bij jou weggetrokken worden? Het loopt namelijk zo lekker. Ja, het loopt ook lekker, maar daar moet je nooit bang voor zijn. Want op het moment dat het gebeurt, geeft aan dat we gewoon goed doen en dat spelers opvallen. En we weten ook dat Go Ahead een club is die een springplank moet zijn voor spelers. Alleen, ja, laat ook duidelijk zijn dat wij gewoon liever hebben dat niemand weggaat. En dat is ons streven. Maar goed, je weet nooit hoe de markt zich ontwikkelt. Want als er ergens bij de clubs bovenin wat begint te draaien. Ja, dat gaat snel. En dan gaan transfers in de Eredivisie plaatsvinden. Ja, dan komen ze ook bij andere clubs terecht. En misschien wel bij ons. Maar goed, dat gaan we wel zien. Maar... Laten we daar niet op vooruit lopen. Nee. Ondertussen staat de volgende gewoon weer op, blijkt vandaag. Met Teki en met Jansana. Ja, maar dat is ook gewoon, denk ik, iets wat we natuurlijk vanaf het begin van het seizoen gezegd hebben. Van we willen wat breder zijn in de groep, waardoor je dingen ook kunt opvangen. Nou, dat blijkt vandaag wel dat het ook nodig is. Kuipers viel uit, dat baarde me wel wat zorgen. Ja, mij ook. Dat zag er niet lekker uit. Dus hij viel verkeerd op zijn arm. Dus hij is voor onderzoek naar het ziekenhuis en afwachten wat dat gaat zijn. Ja, oké. Okay. Focus op Heracles. Cupwedstrijden altijd bijzonder. Ja, maar wel mooie wedstrijd tegen Heracles. Dat is natuurlijk ook een soort van derby hè, tegen Heracles. En ja, Heracles is natuurlijk eigenlijk niet onderschat, hè? Nee, maar Heracles is gewoon een eredivisieploeg die in de keukenkampioendivisie speelt. Zo simpel is het gewoon. En dat wordt gewoon een hele taaie wedstrijd voor ons. Net als dit. Maar dat is voor Go Ahead het hele seizoen. Het zullen alle wedstrijden taai zijn. Maar dat is mooi. We kunnen er weer naar vooruit kijken met vertrouwen. Hè, want we hebben het vandaag natuurlijk gewoon prima gedaan. Mm-hmm. Geen goals tegen. Volwassen gespeeld. Goede dingen gedaan. Ook waar we aan gewerkt hebben in de afgelopen 5 weken. Dus dat is mooi om te zien dat ook in de eerste wedstrijd waar het om het echt gaat. Ook daar een aantal dingen voor in terug te zien is. Dus dat is mooi. Contente trainer Haken, hebben ze morgen vrij? Nee. Streng. Ja, maar weet je, natuurlijk is 2-0 winnen bij Fortuna mooi. Maar weet je, we hebben 6 wedstrijden in januari. En, ja, dat is mooi. En je moet gewoon de focus gewoon goed houden. En die momenten van rust, die gaan ze echt wel krijgen. Maar op de goede momenten. En komt goed. Bobby, ja, die kan je. Ja. Mooie, misschien wel vreemde avond in Sittard. Ja, uiteindelijk als ik het zo bekijk, dan is het wel een mooie avond. Want natuurlijk, die 3 punten waren heel belangrijk en die nemen we lekker mee naar Deventer. Ja, een klein beetje ben ik ook wel gefrustreerd aan mezelf dat ik weer zo vroeg eruit moest. Maar ik moet de positieve eruit halen, 3 punten. Heb gescoord, heb een assist gegeven, dus... Beter kan ik eigenlijk niet vragen. Nee, precies. Een geweldige avond voor jou. Even die eerste helft, hè? Even terug naar de winterstop, waarin jullie weer de oefenwedstrijden spelen. Er wordt wat uitgeprobeerd. De uitslagen zijn nog niet allemaal even geweldig. Maar aan het zelfvertrouwen lag het vandaag niet. Dat zit er nog steeds, hè? Ja, zeker. Kijk, de resultaten zijn ook wel belangrijk in de voorbereiding. Maar dat zegt niet heel veel, eigenlijk. We wisten wel dat het een moeilijke pot vandaag zou worden. Maar vanaf het begin van de week tot van vandaag zijn we heel concreet bezig. En iedereen was heel alert en actief op training. Dus het zou wel dat er een goed gevoel bij was. En dat we wisten dat het een belangrijke 3 punten moesten zijn. En de jongens hebben het uitstekend gedaan vandaag. Ja, maar zijn jullie wel haar sterker dan geworden in de winterstop? Als je ziet met hoeveel vertrouwen dan ook die wedstrijd uitgespeeld werd.
Ja, jawel, zeker. Dat kan je wel zeggen. Want we hebben twee keer dit meegemaakt voor de winterstop. NEC, Vitesse. Dus, dat je het weggeeft, ja, precies. Zeg maar. Dat we het weggeven. En dan, vandaag hebben we het gewoon heel volwassen de tweede helft gespeeld. Precies. En dit is gewoon iets wat we heel positief moeten meenemen terug naar Deventer. En daarmee gewoon verder moeten werken. Dus ja, ik ben super trots op de jongens. We moeten van deze overwinning super van genieten. En volgende wedstrijd, ja, natuurlijk eerst Heracles de beker en daarna op naar Utrecht. Even terug naar jouw wedstrijd. Assist en een doelpunt, zeg je. Neem even mee in ieder geval naar die eerste goal. Die was na, volgens mij, een minuut of 21. Mijn goal of die van Bas? Eerst die van Bas. Ja. Oh, die van Bas, ja. Willem. Was een intikker voor hem. Ja, voor een intikkertje voor hem. Ja, Willem deed wel echt bijna alle werk. Goede actie. Maar we weten ook van hem, van als hij de bal heeft, moet je hem gewoon de ruimte geven. En gewoon zijn ding laten doen. Dankjewel. Zijn ding laten doen. Ja, ja. En hij deed gewoon precies wat hij heel goed is. Ja, dribbelen en spelers passeren. Ja, ik maak de ruimte. Hij zag me heel goed. Ik wist dat Bas nog aan het komen was. Maar die staat altijd op de tweede paal. Dus precies. Een intikkertje voor hem. Dus, wel jammer dat hij geblesseerd eruit moest, maar wel even schrikken. En hopelijk is het niet voor een lange periode, want het is een hele belangrijke speler voor ons. Ja, de aanvoerder is inderdaad erg belangrijk. Ja. Die 2-0 was vlak voor de T. Diepe bal, waar Itzis uitstekend verdedigend werk deed. En toen ging het heel snel. Ja, Enrique Lassana had de bal goed veroverd. Was Jansana ook? Oh, ja, okay. Lassana had het goed veroverd. En die zag me ook. Ja, maar ik schreeuwde ook heel hard. Oh. En maar hij gaf me de bal op de perfecte moment en de perfecte precies tempo. In de loop. Precies ja. In de loop. En voor mij was het gewoon heel makkelijk om dan de bal goed mee te nemen. Het is een hele lange weg te gaan. Ja. Veel spelers gaan daarna denken. Ja, dat wel. Maar als de bal goed is, dan maakt het wat veel makkelijker voor je om dan nog je tijd te nemen en dan nog cool te blijven voor de goal. Dus eigenlijk, voor jou is dat eigenlijk juist makkelijk. Ja, voor mij is dat wat makkelijker dan. Ja, ik kan wel Enrique heel erg bedanken voor de hele goede bal die hij mij gaf. Want eigenlijk is het, het staat op mijn naam, maar eigenlijk is het ook zijn goal. Ja, mooi dat je dat zo zegt. En dan kom je vlak voor die keeper. Wist je al dat je ging stiften? Ja, ik zag hem gelijk aankomen toen ik voor de verdediger ging snijden. En hij kwam heel wild. En dan dacht ik, de enige ding wat ik kan doen is het chippen. En meestal als je dat doet, dan is het wel een goal. Dus dat wist ik al van tevoren voordat ik het deed. Ja. Wat bespreek je dan in de rust? Want in het achterhoofd zit natuurlijk nog NEC en Vitesse. Dat je de voorsprong uit handen geeft. Wat wordt er dan besproken in de rust? Nee, in de rust dat we niet terug moeten zakken. En dat we gelijk gewoon druk moeten staan. Ja, en snel vergeten dat we 2-0 voor staan. Dat we gewoon weer overnieuw beginnen 0-0. En dan gewoon volop ervoor gaan. En dat hebben we gewoon heel goed uitgepakt. En we zijn heel snel gevarieerd in hun nieuw systeem die hun ook hebben gedaan. Want ze gingen met 5 achter. Ze hebben goed aangepast en het is helemaal goed uitgepakt. Dus we zijn volwassenen uitgekomen na de winterstop, dat weet ik zeker. Hele knappe overwinning, hoofdrol voor jou. Hoe zit het met de spieren? Ja, nee, dat komt zeker goed. Goed slapen. Hoop wedstrijden in januari. Ja, zeker. ik ben er zeker klaar voor alles. Hopelijk kan ik ooit die 90 minuten halen, want dat zou echt mijn droom zijn en echt een doel voor me zijn. Jij zit hier gewoon te genieten. Heb je speelvreugde teruggevonden? Ja, zeker, zeker. Ik geniet echt. Ik ben heel erg blij dat ik de keuze heb gemaakt om naar Go Ahead te komen. En ik heb totaal geen spijt ervan. En ik geniet echt van elke minuut en elke seconde. We gaan er echt aan de kanje zien. Ja, zeker. Dat wou ik al heel lang laten zien. En nu eindelijk kan ik dat laten zien. En daar kan ik alleen maar om genieten. Geniet daar lekker van. Dankjewel. Best wel dit, Teki. After the game, Fortuna Go Ahead Eagles. Your first base, start of the match with Go Ahead Eagles, and especially against Fortuna, which you played 3 seasons. How did you walk in the stadium here? What was your feeling? No, it was a nice feeling. Like you said, I played 3 years in Fortuna. Successful, and I had good relationship with the players, with the fans. Before the game is special to come and to see some old faces and to say hi. But when the game starts, it's like any opponent, you have to forget it and go to try to win and take 3 points. It was your first appearance from the beginning, but I got the feeling you played out the whole season. So easy, so demanding. Yeah, that's me. That's how I play my game. No matter what, if I'm new or if I'm
I played for 10 years. That's my quality. I need to play there and to help my teammates when I have the ball. When I don't have the ball, I need to work, I need to run and close the spaces. So, and I hope I did it good today. You did it very good. Take that from me. But half a season waiting for your chance. Are you that patient? Yes, of course, especially, you're not patient. It's not easy. No, it's not easy. Of course, every player wants to play. But unlucky for me, when I got to the Goa Eagles, we start to win. We didn't lose for 10 games, and it's hard to go to the coach and say, I want to play. Because when the team is doing good, you cannot come in, which is normal. So you need to be patient, even if you don't want. You need to be patient, work in training, work when you get the chance. And today was my first start together with Enrico, so he didn't play for so long. So I hope we showed that we are good together and that we can continue. Like you both played all season over there. Yeah, we have good connection. We like to run both. We like to communicate. We have good relationship. So I think that helps also that we can work together. Fantastic win over here. Very professional. Mm-hmm. Because I think you got the feeling when you think back after games from NEC and Vitesse, for example, you had also the advantage from a lot of goals and afterwards you gave it away. But today it went all more professional. Yeah. How comes? Of course, you also learn when that happens to you. You learn, you develop, you talk about it. And I think we did many times. Like, we cannot give away when, like Vitesse, for example, last minute, we give a goal away. NSA also. So we said to get it in the halftime, boys, we are leading 2-0. We don't drop back. We push forward. We go high. We press them. And I don't think they got any chance second half. And exactly. We were no really mature, take time, take fouls when necessary, go for the attacks. And take your time. Yeah. And also, I have... It cost a lot of energy. Yes. But if you want to win, if you want to take 3 points, you need to run. You need to work for it. And also there, I come in with experience. I'm 25 now. And I've been through a lot during my season Fortuna, how to keep a lead, how to take time, take foul, to when the ball go out easy. And yeah, I hope I helped in that part also. I think so too. You played a fantastic game. This is the first of many. I hope so. But you need to work every game because we have a lot of good midfielders also. Yeah, and it's true. You cannot go down 1% because everybody is good enough to start and to play good. So when you have the chance and you take it, you need to keep it. Yeah. I saw your colleague, Bas Kuipers. It scared me. Mm-hmm. He was out. I don't know what happened. Oh. I just saw he was down. I don't know if it was head injury or he got kicked. But I haven't seen him after. Okay. Yeah, so I heard it was something with his elbow. Oh, I didn't know. Okay. This is the first time I hear it. So, but I hope it's nothing bad because he's an important player, captain. He's the leader, so I hope it's nothing bad. Victory back to Deventer. That's fine. Oh, that's really fine. That's very nice, and that's also they had to win also. Now we create a little bit gap, 7 points to Emmen, and now we need to continue. Next game is Heracles, and that's the focus now, and try to win it, and after Utrecht. So we go forward. Enjoy it. Yeah, we will do. We will do. Thanks a lot. Iedere zondagmiddag tussen 2 en 6 op Salland 1, Salland Sport.